geneesmiddel van de week is fluoxetine, ook wel bekend onder de merknaam Prozac. Waarom fluoxetine? Omdat het een antidepressivum is dat veel wordt voorgeschreven in Nederland. Je zult ongetwijfeld patiënten tegenkomen die fluoxetine gebruiken. Fluoxetine is een selectieve serotonine reuptake inhibitor, een SSRI. En serotonine is een neurotransmitter. Het ligt presynaptisch in de vesicles opgeslagen en wordt uitgescheiden in de synapspleet. Daar kan het binden aan de serotonine receptoren. En zo beïnvloedt serotonine de stemming, het gedrag en de lichaamstemperatuur. Normaal gesproken wordt serotonine dan weer heropgenomen, maar fluoxetine blokkeert dit. Er zal zo dus meer serotonine achterblijven in de synaps. Het antidepressieve effect van fluoxetine begint pas na enkele weken, terwijl de bijwerkingen juist veel sneller optreden. Fluoxetine wordt niet alleen bij depressieve stoornissen voorgeschreven, maar ook onder andere bij angststoornissen, posttraumatische stressstoornis of obsessief-compulsieve stoornis. In de jaren 90 en zero's is er veel onderzoek gedaan vanwege een mogelijke correlatie tussen het starten met een SSRI en suïcidaliteit. Uiteindelijk is dit risico op het nieuw ontstaan van suïcidale gedachtes of gedrag alleen bewezen bij jongeren. Het gaat om een kleine toename van 4 op de 1000 patiënten. Dit risico moet je natuurlijk wel in perspectief plaatsen tegenover de duidelijke voordelen van SSRI's op de lange termijn. Fluoxetine geeft minder bijwerkingen dan de klassieke of tricyclische antidepressiva. Die tricyclische antidepressiva beïnvloeden namelijk ook andere neurotransmitters, zoals noradrenaline of dopamine. Maar de SSRI's zijn, zoals de naam natuurlijk al zegt, veel selectiever. En daarom zijn SSRI's, zoals fluoxetine, nu meestal eerste keus. Bijwerkingen zijn er wel, vooral de eerste weken. De bijwerkingen zijn het gevolg van de serotonerge werking van het middel. Patiënten kunnen klagen over hoofdpijn, agitatie, toename van angst en slapeloosheid. Daarnaast zijn er gastrointestinale bijwerkingen, omdat serotonine ook een rol speelt bij de maag-darmmotiliteit. En er is ook een verhoogd bloedingsrisico, omdat fluoxetine de trombocytenfunctie remt. Het serotoninesyndroom of serotonerge syndroom is een gevaarlijke bijwerking van fluoxetine. Er is dan een veel te hoge serotonineconcentratie in de hersenen aanwezig. Dit komt meestal door het gebruik van nog een tweede serotonerg middel of drugs. Je ziet daarvan voorbeelden op de dia. Dit is een gevaarlijk ziektebeeld met bewustzijnstoornissen zoals somnolentie, coma of verwardheid, autonome dysfunctie, wat zich uit in allerlei klachten zoals hyperthermie en tachycardie, en extrapyramidale verschijnselen, zoals tremor of myoclonieën. Deze patiënten moeten direct worden opgenomen en krijgen een ondersteunende behandeling, wat meestal neerkomt op sedatie met benzodiazepines, ruime intraveneuze vulling en eventueel ook koeling. Samengevat hebben we dit besproken. Fluoxetine werkt via selectieve serotonine reuptake inhibitie. Het wordt onder andere voorgeschreven bij patiënten met een depressieve stoornis of een angststoornis, PTSS of OCD. Bij jonge patiënten is er vermoedelijk tijdelijk een verhoogd risico op het ontstaan van nieuwe suïcidale gedachtes of gedrag. Maar over het algemeen neemt de suïcidaliteit juist af. SSRI's hebben minder bijwerkingen dan klassieke antidepressiva, maar patiënten kunnen vooral aan het begin van de behandeling serotonerge verschijnselen krijgen. Het serotoninesyndroom is een gevaarlijk ziektebeeld dat meestal ontstaat bij inname van meer dan één serotonerg middel en het behoeft onmiddellijke behandeling.